Goedemorgen allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag 31 oktober, Halloween time. Maar wat ik vandaag ga doen staat niet in het teken van Halloween. Ik ga zo meteen naar school toe. Ik heb vandaag schooldag tot 3. En dan ga ik vanavond met Ian en Lisa naar het concert van Zara Larsson. En morgen, daar plak ik ook nog bij, zit ik aan tafel. Niet aan tafel, maar zit ik in het publiek. Van Actuality Night. Dus dat wordt super leuk. Ik zit in de trein. En ik ben met Lisa. En Teletubby Ines. De groene. Ja. Tinky Winky Dipsy Lala en. Oh. En we zijn dus onderweg naar Utrecht. We gaan lekker eten in Utrecht. En daarna gaan we naar het avonds live voor Zara Larsson. En ja. Wie doe je daar? Oké, hier worden sowieso screenshots van gemaakt van die. Nou, we gaan lekker door. En weer ben ik niet scherp. Ik word hier zo goed van. We gaan door. En let's go, we gaan naar Zara Larsson. Wie wil mijn tomaten? Hey guys, we zijn binnen bij Zara Larsson. Ik heb zojuist dit t-shirt gekocht. Met Zara Larsson op de voorkant. Nee, ik heb geen deel mee. En op de achterkant, Ian, kan jij de achterkant even filmen? Wacht even, uno momentus. Uno moment en... Oeh, creepy. Turka! Oké.
Het is vandaag woensdag 1 november en leuk dat je kijkt naar deze vlog. Ik heb gisteren nog niet de vlog afgesloten, maar ik dacht ik plak deze dag er gewoon nog bij. Toen ik gisteren thuis was, ben ik gelijk in bed gaan liggen. Ik was zo moe en ik heb gewoon in totaal iets van 10 uur geslapen. Dus great job. Ik heb trouwens dit aan, dit shirt van Zara Larsson heb ik aan. Met deze broek en deze fans. Want ik ga nu eventjes boodschappen doen. En dat moet ook gebeuren. En weer ben ik niet scherp. En vanavond gaan ik en Ian naar RTL Late Night. Dus dan zitten we daar misschien aan tafel. Of nee, niet aan tafel, in het publiek. Jezus. Zitten we in het publiek. En dat wordt super leuk. Dus dat gaan we doen. En we gaan eerst kijken welke gasten er komen. En als de gasten niet echt boeiend zijn, dan gaan we niet. Maar als er wel leuke gasten zijn, dan gaan we wel. Dus ik ga me even klaarmaken. Of ik heb me al klaargemaakt, maar ik ga even mijn tas doen en zo. En dan ga ik naar de supermarkt en dan neem ik jullie gezellig weer mee. Ons is het alweer bijna 5 uur over 20 minuutjes. Het is nu 5:10. En ik heb net letterlijk een half uurtje met Olivia gebeld. Super leuk. En ik loop nu zeg maar naar mijn kamer. Want ik ga me klaarmaken voor vanavond. Want vanavond is zeg maar... Oh, even heel donker. Vanavond is... zijn de opnames dus van RTL Late Night. En ik had al verteld dat ik daarheen ging natuurlijk. Aan jullie. Dus ik ga je even heel erg neerzetten. Vanavond zijn dus de opnames van RTL Late Night. En daar ga ik dus heen. Met Ian. En Charlie Putt komt optreden. Yes, dus als jullie deze vlog zien, kan je even terug gaan kijken, denk ik. Of anders film ik het wel een keer op Snapchat. Snapchat in de beschrijving. Dus ik ga me klaarmaken. En dan op naar het NH Hotel. Ik in mijn keuken. Ik heb liggen en al pizza. Kijk. Pizza fungi. Van Rio Ristorante erin gedaan. Ga ik nu zo in doen. Ik heb een glas iced tea. Had ik zin in. En ik heb me eens omgekleed. Ik heb als eerste dit baseball shirtje aan. Van H&M. Mijn hond ging net van de ding af. Mijn broek komt van H&M. Schoenen, fans. En ik ga zo lekker tijdens het eten een vlog kijken van Chris. Super leuk. Dat ga ik doen. En ik heb er super veel zin in. RTL Late Night. RTL Late Night. RTL Late Night. RTL Late Night. Nee, sorry. Moet ik even een bumper doen. Maar ik heb er super veel zin in. Dus ik ga eten, drinken, vlog kijken. En dan neem ik jullie mee. Naar Amsterdam. En het volgende show denk ik van pizza. Dus als je daar niet benieuwd naar bent, klik dan een paar seconden vooruit de toekomst in. Lekker eten, eet smakelijk. Amsterdam en Ines heet Ines en ik heet JB, maar ik heb geen merch aan van Justin Bieber, dus ik snap die JB niet. Nee. Wat de heck? Nee, echt niet. Ik heb niks aan van Justin Bieber. JB, are you kidding me? We zijn er in Amsterdam. See you soon. See you. See you tonight, Charlie. Ha ha ha!
mensen die wilden weten hoe Parijs-Soleil was. Charlie Putt was dus ziek, dus kon niet komen optreden. En het was fucking kut. Ik kwam letterlijk alleen maar voor hem, want ik kende al die andere gasten niet. Ik dacht, wat gaat toe hier? Het is nu 12:30. En we zijn ongeveer, hoe laat zijn we thuis? Kwart over één. Het is over een kwartier of zo, we zijn pas thuis. En morgen weer lekker een dagje naar school. Dus ik bedank jullie voor heel kijk. Bij deze ga ik de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doe die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren hieronder de video. En dan zie ik jullie in de volgende video weer. Tot de volgende video, guys. Bye bye.